Kim Lian van der Meij, die dit jaar nog een televisiering Gala presenteerde. Je zou zeggen, die zit daar lekker. Ja, maar dat is niet waar. Ze zat er lekker. Ze gaat naar SBS6. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat is iets wat voor mij niet als een verrassing komt. Ik ken Kim natuurlijk al, want ze heeft heel veel musicals bij mij gespeeld. En we praten veel met elkaar. En een paar maanden geleden zei ze van, ja, ik zit lekker bij de AVRO, maar ik ben nu in gesprek met SBS en daar krijg ik veel meer kansen. Want de ellende is natuurlijk, als je nu bij een publieke omroep zit, dat amusement, dat wordt steeds minder. Dus wil jij grote shows presenteren, dan zul je toch je vleugels moeten uitslaan. Heel jammer, omdat de AVRO heeft ze heel veel kansen gehad. Dat zegt ze ook. Het is echt wel vervelend om te moeten zeggen dat als je heel veel jeugdprogramma's hebt gepresenteerd, een Junior Song Festival, een musical singalong, dit jaar voortreffelijke TV-sering Gala, om dan tegen de AVRO te zeggen, die je toch gebouwd hebt als presentator, jongens, ik ben weg, ik ga naar SBS, is niet makkelijk. Maar ja, soms moet je kiezen voor jezelf en voor je carrière. Kim Lian van der Meij gaat vanaf het nieuwe jaar niet langer als AVRO-babe door het leven. De presentatrice verkast naar het commerciële SBS waar ze... Ja, wat gaat ze eigenlijk presenteren daar? Het pakket wat SBS mij nu aanbiedt is heel uiteenlopend. Dus dat is en live televisie, een paar keer in de week met Show Vandaag, maar ook groot amusement. Ook misschien een stukje human interest en heel veel verschillende programma's die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus dat is voor mij echt iets nieuws en iets waar ik verder in kan groeien. En dat wil ik heel graag. Ja, ik heb natuurlijk de titels al gehoord, maar ik mag ze nog niet zeggen. De sprong in het diepe is op zich wel opmerkelijk, want Kim Lian is dit jaar het gezicht van het Gouden Televisiergala. En ja, SBS blijft toch een beetje een zorgenkindje. Spannend, absoluut. En daarom heb ik er ook best wel lang over na moeten denken. Maar iemand zei tegen mij, en dat vond ik wel hele mooie woorden, de mooiste bloemen groeien langs het ravijn. Hi! Hallo. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Ik vind het nooit zo chic om over geld te praten op televisie. Dus dat ga ik hier ook zeker niet doen. Maar laat ik wel voorop zeggen, met hand op mijn hart, dat inhoudelijk altijd veel belangrijker is dan het zakje geld wat je krijgt. Er is dus genoeg werk aan de winkel voor de presentatrice, maar toch blijft de familie nummer 1. Ik heb nogal wat eisen. Ik wil dat doen, ik wil dat doen. En ik wil ook vooral een hele goede moeder zijn voor mijn kinderen. Dus een beetje de juiste balans vinden. Volg @website Bedaan op Twitter. En blijf op de hoogte van al het showbiz nieuws.